Hallo Jake. En ik ben Shelly en wij gaan samen lekker aan de gang met plantjes, hè? Ik denk dat het voor Jake heel leuk is om te zien hoe dat werkt. Dat je van een zaadje uiteindelijk een plant en zelfs tomaten kan maken. Hier kan je dus plantjes mee maken. Oh. Dat is wel grappig, hè? Lego plant. Stap nummer 1, de zaadjesplant. Volgens mij begint deze zo. En dan? Doe maar een beetje water erin. Juist. Het is een worteltje geworden, een mini-wortel. Huh? Hoe kan dat nou? Dan moet er nog een beetje zon gaan schijnen. Dan worden ze nog groter. Hier, ben jij even het zonnetje in huis? Een zonnetje. Hij houdt van de zon. Weet je wat er nou gebeurd is? Nee. Hij is nog meer gegroeid. Jake is nu op een leeftijd dat hij de hele tijd bezig is met waar komen dingen vandaan? Wat wordt er in de fabriek gemaakt? En bijvoorbeeld waar wordt groente en fruit gemaakt? En ik probeer hem bij te brengen dat nou, bijvoorbeeld tomaten niet groeien in de supermarkt, maar dat je die zelf kan telen. En we hebben een klein stadstuintje, maar we hebben een stukje waar we dus aardbeien, tomaten en ook soms wat paprikaatjes hebben groeien. Deze zaadjes, die doen we erin. Ja. Juist, goed zo. Zetten we ze even binnen in de zon. Kunnen ze een beetje gaan groeien. En als ze nog langer wachten en we verzorgen ze goed, komen de tomaten aan. Jij houdt van tomaten, of niet? Ja. Ben jij een tomatenmonster? Ja. Dat dacht ik al. Stap nummer 2, verpotten. Wow. Als je dan zaadjes of plantjes in de aarde doet en je verzorgt het goed, dan wordt het steeds groter. Wordt deze wel groter? Nou, die is eigenlijk al gigantisch. Oh. Denk smakelijk. Drink smakelijk. Het duurt natuurlijk eventjes voordat een zaadje van een tomaat echt een tomatenplant is geworden met rijpe tomaten eraan. Dus het is soms een beetje een uitdaging om de focus van Jake erbij te houden. Maar ja, als dan uiteindelijk zo'n rijpe tomaat aan die plant hangt, dan is dat toch wel iets magisch voor hem. Als ze heel mooi rood zijn, kan je ze eten. Dus ik zie hier niet. Wil jij die pakken? Ja. En dan kan je proeven. Lekker. Lekker? Ja. Is die lekker rijp? Ja, deze is lekker rijp. Kijk eens mee in de tractor. Hebben we goed gedaan. Oude tuinier ervan, hè? Ik ben aan de zon. Oh, lekker in het zonnetje. Ja, we hebben hier nog niet echt een zonnetje, hè? Nee.